ik deze video voor 10 dagen lang extra geluk in de liefde. En een keer voor geen extra geluk in de liefde. Maar wel een Oreo. Nee. Nee, je moet ook liken voor een Oreo. Dat beantwoord ik niet, zegt cute Vanessa. Oké, deze jongen vindt haar sowieso cute, want zo staat ze in zijn telefoon. Waarom? Ik ben niet geïnteresseerd. Hij vroeg aan haar, hou je van rozen? Maar het is niet wat je denkt, zegt de jongen. Jawel, zegt Vanessa, dat is het wel. Je vraagt me wat mijn favoriete bloemen zijn. Daarna koop je een boeketje, laat je hem afleveren op mijn kantoor. En dan hoop je dat ik dat leuk vind. En ga ik eindelijk met je uit. Is dat wat je wilt? Je hebt het compleet fout, zegt de jongen. Nee, zegt Vanessa. Ik wil je niet daten. En ik wil ook je rozen niet. De rozen zijn niet voor jou. Ze zijn voor mijn vriendin. Ik denk dat die jongen liegt. Dat hij toch probeert met een twist haar mee uit te vragen. Je vriendin, zegt Vanessa. Ja, en ze is boos op me. Ik heb je hulp echt nodig. Waarom zou ik je helpen? Zegt Vanessa van werk. Omdat je me haat, zegt de jongen. Precies, zegt Vanessa. Als jij me helpt, Vanessa, zal ik je nooit meer mee uitvragen. Ik zal je niet eens meer sms'en. Dat geloof ik niet, zegt Vanessa. Dit is gewoon weer een ander trucje. Zodat ik met jou uitga. Ik heb je al maanden niet mee uitgevraagd, zegt de jongen. Dus? Waarom zou je dan denken dat ik dat nu wel doe? Ah, geen idee. En waarom denk je dat ik dat niet heb gedaan? Geen idee, zegt Vanessa. Omdat ik een vriendin heb, zegt de jongen. En nu wil ik haar echt niet kwijtraken. En dat is waarom ik jou een berichtje stuur. Wat? Vandaag is onze zoveelste jaar samen. Dus ik heb een romantische trip geboekt. Ik heb haar een diamanten ketting gekocht. Ik heb een superduur diner gereserveerd. Wauw, dat heb je allemaal voor haar gedaan, zegt Vanessa. Ja, en ze vond het allemaal vreselijk. Alles ervan. En ik ben zo bang dat ze me daarom gaat dumpen. Dus je sms't mij, zegt Vanessa. Jij hebt de beste smaak. Ik heb je advies nodig. Help me een cadeau te vinden wat ze misschien wel leuk vindt. Alsjeblieft, ik wil haar niet kwijtraken. Kun je het niet aan iemand anders vragen om je te helpen? Nee, jij moet het zijn, zegt de jongen tegen Vanessa. Romantiek vereist fantasie. Ik vertrouw niemand anders een advies. Waar heb je het over, zegt Vanessa. Je kent me amper. Alsjeblieft, je bent de meest stijlvolle persoon op het werk. Je kantoor ziet er altijd perfect gekleurd en gerangschikt uit. En zelfs op vrijdagen in de late middag, voordat je weggaat, doe je een beetje muziek op. Jij weet hoe je gevoel moet omschrijven. Dat heb je allemaal door, zegt Vanessa. Natuurlijk heb ik dat door. Niemand anders heeft het door. Kost veel tijd, weet je. Wil je me alsjeblieft helpen? Oké, prima, zegt Vanessa. Wat kan ik voor je doen? De roommate van deze jongen zegt, hey man, hoe gaat het? Ook via sms. Oh nee, zegt de jongen. Wat is er, zegt Vanessa. Ik heb je hulp niet meer nodig. Wat is er gebeurd dan? Ze heeft me zojuist geen sms, alles niet waar. Zijn vriend sms'te hem. En ze heeft het uitgemaakt. Oh, hij liegt. Zie je wel, het is toch een trucje. Echt? Ze had gelijk, zegt de jongen tegen Vanessa. Ik verdien haar niet. Ik ben zo stom om überhaupt te proberen. Nee, het was niet stom. Oh, het lukt hem, denk ik. Hij gaat Vanessa fixen. Wat je zegt was echt lief. Sorry dat ik je lastig viel. Ik zal je nooit meer sms'en zoals beloofd. Ze is aan het typen, Vanessa, oké? Ze stopt met typen. De roommate zegt, hey, wil je vanavond wat pizza bestellen? En de jongen antwoordt, misschien. Maar misschien heb ik ook wel een date. Ah, zie je wel. Hij probeert Vanessa te fixen, dat is grappig. Niet waar, dat zou dope zijn. Je bent al zo lang single. Oh, hij heeft dus helemaal geen vriendin. Wie is het gelukkige meisje? Vanessa, zegt hij. Wow, lol, hoe is dat gebeurd? En op dat moment sms't Vanessa, als je die reservaties voor het diner nog hebt staan, dan kan ik je daar wel ontmoeten. Oh, hij heeft het gefixt. Wat een truc. Romantiek vereist fantasie, zegt hij tegen zijn vriend. Hey, dat is waar, man. Dit meisje zegt, ik wil dat je met een ander gaat. Ik snap het niet, zegt de jongen tegen zijn vriendin. Ik wil dat je op me cheat. Ik wil dat je met een ander gaat. Wat bedoel je daarmee, zegt de jongen. Kies een meisje, sms haar en vraag of ze komt en ga chillen met haar. Waarom zou ik dat doen, zegt de jongen. Omdat ik je het vraag te doen, zegt de vriendin. Je wilt me serieus dat ik cheat op je, dat wil je. Ja, zegt het meisje. Haha, dit is een grap. Oh, dus je hebt liever dat ik je dump, zegt het meisje. Wat? Dit zijn je opties, zegt de vriendin. Ik kan het met je uitmaken of je gaat met een ander meisje vandaag. Het is jouw keuze. Wow, babe. En als je niet snel beslist, dan maak ik het met jou uit. Ben je serieus? Zegt de jongen. Laten we gewoon praten wanneer je hier bent. Nee, ik kom niet meer naar je toe, zegt de vriendin. Waarom? Zegt de jongen. Maak een keuze. Nee, antwoordt de jongen. Stop met dit rare gedrag. Kies. Nee, ik ga niet kiezen. Vertel me wat er aan de hand is. Dit is inderdaad een rare situatie. Prima. Wil je het echt weten? Zegt het meisje. Ja, antwoordt de jongen. Ik wil weten of je van me houdt. Maar natuurlijk hou ik van je, antwoordt hij. Dus je zou alles voor me doen? Ja, zegt de jongen. Dan is dit een echte liefdestest. Ik vraag je of je op me wilt cheaten. Je houdt van me, dus doe je het. Zijn er geen andere manieren om te bewijzen dat ik van je hou? Nee, dit is de enige manier. En je tijd is bijna op. Ik maak het uit of jij cheat op mij. Oké, prima. Ik zal wel cheaten. Maar kun je me wat tijd geven? Waarom? Ik weet niet eens wie ik moet sms'en. Heb je niet iets van een ex of zo? Zo raar, een vriendin zou dit nooit doen. Je bedoelt Bella. Ja, ja, Bella. Je haat Bella, zegt de jongen tegen zijn vriendin. En zij stuurt letterlijk de contactgegevens van Bella. Vraag haar of ze langs wilt komen. Serieus, zegt de jongen. Nu, vraag het aan haar. Wees een man. Nou, dit is Bella en hij sms Bella. Hey, heb je zin om langs te komen? Bella zegt, je hebt toch een vriendin? Dit is dus een ex, hè? Ja, wil je nou langskomen of niet? Haha, wow, ik ben onderweg. Zie je zo meteen. En op dat moment sms de moeder van zijn vriendin. Hey,
Ik leen mijn moeders telefoon. Ik ben er zo meteen. Kusjes je vriendin. Wat, zegt de jongen? Waar is jouw telefoon dan? Die heb ik bij mijn vader op kantoor laten liggen. Dus je vader heeft jouw telefoon, zegt de jongen tegen zijn vriendin. Ja. Oh, die vader die heeft hem ertoe geleid dat hij moest cheaten. Dus sms niks raars namen. Hij haatte dat ik jou als vriendje heb. Hij wil ons altijd uit elkaar drijven. Oh. Ik ben nu bij je thuis, zegt zijn vriendin. Wacht even, zegt de jongen. Ik moet je iets vertellen. Zijn vriendin zegt. Is dat Bella voor je huis? Oh my gosh. Waarom is je ex-vriendin hier? En Bella zegt. Waarom is je vriendin hier? Oh. Dit is zo erg. Ik kan het uitleggen. Je hebt haar ook uitgenodigd? Ja, maar dat is niet wat het lijkt, zegt hij tegen zijn vriendin. En zijn vriendin zit dus op de telefoon van haar moeder. Ik ga weg, zegt zijn vriendin. Bella zegt, ik ga naar huis. Oh, nu is hij zijn vriendin en zijn ex kwijt. Dat is een beetje double trouble, facepalm. En via zijn vriendin zijn telefoon ontvangt hij nu, dankjewel dat je hebt gecheat. Maar dat is dus de vader van zijn vriendin. Oh my gosh. Het toilet stuurt een berichtje naar deze jongen en zegt, hey, kijk even hoe het met je gaat. Ik heb je al 6 dagen niet gezien. Toilet, hè? Het gaat prima. Ik ben gewoon hartstikke druk. Ik denk dat je een dokter moet zien, zegt de wc. Ik ben prima, zegt de jongen. Ik ga je moeder bellen, zegt het toilet. Nee, ze wordt gek als je dat doet. Ja, en dat hoort ook. De wc zegt, je darmen bewegen bijna niet meer. En het is al een week geleden dat je voor het laatst erop hebt gezeten. Ik ben gewoon druk, zegt de jongen. Te druk om een poepje te doen, zegt de wc. Ik heb geen tijd hiervoor. Ik moet gaan. Oké, dan bel ik je moeder, zegt de wc. Wat de? Nee. Vertel het mijn moeder niet. Niet over mijn poepjes. Oh, schat. Je moeder heeft 6 jaar lang je luiers verschoond, zegt de wc. Het was 5 jaar. En een half. Whatever. Ik maak me gewoon zorgen om je, zegt de wc. Ik denk dat ik het je moeder ga vertellen. Ze helpt je er wel mee. Gewoon weer even gezond eten. Mijn dieet is prima, zegt de jongen. Niet liegen tegen me, zegt de wc. Ik zie alles wat je eet. Oh, wat nasty. Stop, dit is zo goor. Vertel, wat heb je gisteren gegeten? Gewoon een beef sandwich, een broodje met gehakt, een paar flaming hot Cheetos en oh ja, een paar Oreos. Hoeveel is een paar? 38? Oh my gosh. Oh my gosh, zegt die toilet ook. Ja, ik was gestrest. Wanneer heb je voor het laatst keer water gedronken? Zit er water in Red Bull, zegt de jongen? Oh, wat erg dit. Hij eet niet gezond. Oh my gosh. Het spijt me, zegt de jongen. Ik was aan het studeren voor een toets. Ik had geen tijd om echt mijn opties te nemen. Ik heb gewoon gepakt wat ik zag. Stop, alsjeblieft. Vertel het mijn moeder niet. Dan gaat ze al mijn vrienden sms'en om te zeggen dat ik gezond moet eten. Weet je hoe ongelooflijk beschamend dat is? Ik zie geen andere optie. Sms naar het toilet. Oké, weet je wat? Ik eet nu een salade. En ik drink er een glas met water bij. En ik eet zelfs wel wat fruit. Wow. Fruit is lekker, come on. Waarom zou ik je vertrouwen, zegt de wc. Ik beloof het, antwoordt de jongen. Net zoals je belooft dat je altijd goed veegt. Dat was 1 keer, ah, come on. Net zoals je belooft dat je altijd je handen wast. Dat is anders, zegt de jongen. Ik beloof het deze keer. Luister naar me, zegt de wc. Als ik je vandaag niet zie, dan ben ik je moeder. Ach, prima, whatever. Hoe gaat het verder met je? Douche je genoeg? Slaap je genoeg? Hoe zit het met tanden poetsen? En nu krijgt hij een smsje van de douche. Ben je uit de stad? Hij krijgt een smsje van bed. Hey, waarom ben je gisteren zo laat thuisgekomen? En nu krijgt hij een smsje van zijn tandenborstel. Ik mis je. Oh, wat geniaal dit. Dit was geniaal. Alles wat ik kan zeggen is, poets je tanden, dus slaap genoeg. Douche genoeg en toilet is ook belangrijk. Maar daar ga ik geen advies over geven. Dat is verschillend per persoon. Daarover gesproken. Ik moet er even naartoe pissen. Adios.